Wat verwacht een crosser van deze wedstrijd? Vandaag denk ik dat het toch massasprint zal zijn. We hopen met de ploeg toch één of twee man mee te sturen. Om toch een beetje in beeld te rijden. En ik denk voor de kopman, ik, Laurens, Michael, dat morgen wel belangrijker is om ons keer te tonen. Dus voor mij is vandaag een relatieve rustdag, hoop ik. En ja, morgen gaan we dan weer alles geven. Voor het Belgisch kampioenschap volgende week, zijn er daar bijvoorbeeld perspectieven? Ja, ik zou wel graag mee zijn in de ontsnapping, zoals vorig jaar. Om misschien iets langer mee te gaan. En het is ook in Waregem dicht bij huis, dus dat geeft extra motivatie. Dus hoop ik hier wel de basis te leggen om daar misschien mee te gaan in een lange vlucht en mij toch in beeld te rijden. Wanneer hoop je te pieken dit jaar? Tijdens het crossseizoen waarschijnlijk? Ja, maar nu in de zomer, we rijden niet zoveel. Na het BK rijden we weer een maand geen wedstrijd, dus is eigenlijk dit een beetje ons hoogtepunt. Dus moeten we er wel het beste van maken. Waar hoop je nog te schitteren dit jaar? We rijden nu België, BK en dan TRW rijden we nog. Dus daar hoop ik nog ook goed te presteren. Het is toch een lastige wedstrijd. En dan is het weer alle focus op de cross. En wat het veldrijden betreft? Ja, het eerste doel is het EK op de Vanberg. Dat is een parcours dat mij echt ligt. En dan de volgende planning. In Amerika is het ook nog wel een doel. Dus dat zijn denk ik de eerste doelen in Amerika en het EK. Oké, veel succes alvast.